Hier in Malingen in het kader van de Bricocross, de 12e editie hier vandaag. Dames en heren, op de 3e plaats, u daarvoor een applaus voor Tim Merlier. 3e plaats voor hem. En hij gaat daar, ja Tim, hier inderdaad. En de bloemen van onze Bricostes. En uw applaus, dames en heren, voor Tim Merlier. 2e plaats vandaag, Maldegem, laat u horen voor David van der Poel. Hij komt eraan, David van der Poel, 2e plaats voor hem. En ook uiteraard de bloemen van onze Bricostes. En uw applaus, dames en heren, voor nummer 2, David van der Poel. En dan glansrijk winnaar, zijn 4e zegen van het seizoen. Dames en heren, hier is hij, de winnaar van de Brico Paracross in Maldegem, Laurens Zweek. En uiteraard de felicitaties, de bloemen komen eraan voor Laurens met de zonen. En uiteraard het applaus en dan komt die prachtige check van 500 euro er nog aan van Brico. Die komt eraan voor Laurens Zweek en die wordt overhandigd door de heer Bert Peleman. De Brico-check van 500 euro. En er komt nog wat, Laurens, zet maar neer hoor. Er komt nog een prachtig pakket overhandigd door mevrouw Anne Bussen, de burgemeester. Een prachtig pakket van deze sportieve gemeente Maldegem. Met allemaal plaatselijke specialiteiten, de felicitaties. En uw applaus voor ons podium, Laurens Zweek, David van der Poel, Tim Merlier. Het podium, even naar voren jongens, voor de fotografen ter wille te zijn. Het podium van deze 5e manche van de Bricocross. Nog eentje hebben we te gaan en dat is op 18 februari in Hulst. Maar ondertussen hebben we nog wedstrijden in Lille, in Oogstraten, in Middelkerken. Dan gaan we naar Hulst, Overwaregem, naar Lebeke en Oostmalle.